Nu hebben we dus onze style sheet goed gekoppeld. Nu moeten we eigenlijk een beetje gaan kijken van welke volgorde gaan we onze site eigenlijk opbouwen. Het is natuurlijk altijd de vraag van als je weet wat je doet en je bent bekend met de elementen, kun je eigenlijk gewoon stapgewijs alle blokken op gaan bouwen. Maar gezien dat jullie nog helemaal niet bekend zijn met dit, zou ik een beetje proberen om een logische volgorde aan te houden. Dus ik pak even het ontwerp er nog even bij. En zoals je het ontwerp ziet, ik zal even de blokkendoos uitzetten en de hulplijnen. Je ziet dus eigenlijk dat de site uit drie gedeeltes bestaan. Je hebt dus hier een bovenste stuk. Dat moet ik even beter selecteren, zo ongeveer. Dat is dus je bovenkant, oftewel je header, wat ze ook wel vaak noemen. Dan heb je eigenlijk het stuk waar alles in komt te staan. Van de pagina. Dat is je content, zullen we maar zeggen. En dan heb je hier onderaan dat donker. Ja, wat is het? Donkergroen-blauwige kleur. En dat is je footer. Dat is de onderkant. Nou, nu is het zo dat in die programmeertaal heb je dus nu in HTML5 dus ook daadwerkelijk een header-element en daar stop je dus ook echt alles in wat hier bovenin zit, dus het logo en de navigatie. Je hebt een footer-element, dus dat is wat hier allemaal in komt te staan. Je hebt ook geen, ja, je hebt ook een content-element, maar we gaan hier een ander element voor gebruiken, maar daar kom ik zo op terug. Nou, als je goed naar de pagina kijkt, zie je dus ook als ik de hulplijnen aanzet. Dat die dus in het midden is uitgelijnd. Om dat zo voor elkaar te krijgen, gaan we dus ook een soort container maken die om al deze elementen heen staan. En die zorgt ervoor dat het dus in het midden uitgelijnd is. Dat doen we met het bovenste gedeelte en het onderste gedeelte doen we dat apart. Waarom dat is, dat leg ik later nog even uit. En ik wilde eigenlijk eerst dat gedeelte opzetten. Dus eigenlijk eerst het bovenste gedeelte. Het vlak waar we dus onze spullen in gaan zetten. Van onze content. Van elke pagina die verschilt. Kijk, dit is bijna altijd hetzelfde hierboven. Hè? En dit hieronder ook. Alleen het middelste verandert elke keer. En de footer. Dus ja, we gaan dus eigenlijk dat eerst opzetten.